De ganzen zijn al wakker. Het is dinsdag 3 januari 2023, de eerste sessie van 2023. Ja, allereerst nog, ik heb het al in twee video's gezegd, maar ik doe het nog maar een keer, de allerbeste wensen voor 2023. En ik zei vanmorgen al tegen Stian, want die is er ook bij, gezondheid staat toch altijd bovenaan. Want als je niet gezond bent, dan is de rest ook niet in orde. Dus daar begint het allemaal mee. Nou, dat wens ik jullie van harte. Ik wens je ook, waar je ook op vis, heel veel grote vissen toe. En een paar keer het verbeteren van een PR dit jaar voor je, als dat kan. Wij gaan het weer proberen. Het is een grijze dag. Ik heb 1 en 2 januari laten gaan vanwege het hele slechte weer. Nou, vandaag belooft men tot halverwege de middag droog weer. Ik had al regen hier naartoe, het is helemaal grijs, het ziet er behoorlijk somber uit. De watertemperatuur is vrij hoog, 8,3 graden. Nou, dat heeft natuurlijk te maken met de vreemde hoge temperaturen die we de afgelopen periode hebben gezien. Hè. Op oud en nieuw, s'nachts zelfs een graad of 14, 15, overdag 16, bizar. Maar goed, geen probleem voor mij, ik vind warme temperaturen heerlijk. Ik moet niet te gek worden. We gaan het proberen, wie weet gaat het werken. Ik heb over de eerste twee dagen al aardig wat mooie foto's voorbij zien komen op de social media van grote vissen. En je leest natuurlijk niet de blanks en de bloopers, maar vooral de plaatjes van de grote vissen. Maar goed, het zou zomaar kunnen dat die hogere temperaturen iets brengen. We gaan het gewoon proberen, blijven kijken. Ga je het allemaal meekrijgen. Thank you.
Shimano. Sterk, zeg. Nou, nou. Ik zit bijna op mijn bekken. We gaan er achteraan. Stian! Hoi! Stian! Een hele dikke! Stian! Hoi! Ja? Een hele dikke! Ja? Ja. Ver over de meter.
denk zelfs ver over de 1.10. Ja? Ja. Ik denk dat ik er nog wel een kwartier aan heb. Oh ja? Ja. Nou, dat was ik wel water. Ja. Ja. Nou, ik heb bijna helemaal tot in mijn bekking eraf gelopen. Zo. Ik heb hem één keer gezien. En ik denk zomaar 1.5. Ja. En hij is nog niet klaar, hè? Niet normaal. Jongen, wat een zware vis. Daar komt ie. Ja, het is hier zo ondiep als die onder je boot. Hoe gaat het met hem kijken? Ga eens recht hoor. Niks gezien. Ik heb één klein snoekbaarsje gevangen. Oh ja. Maar aan de buitenkant gehaakt, aan de zijkant van zijn kop. En één keer een tik gehad. Dus het is eigenlijk heel slecht, maar ja. Ja, het is slecht hoor. Dit maakt het wel goed, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Sterkste vis die ik dit jaar aan had. Nou ja, die snoek hard. Jonge. Ik had toch eigenlijk wel eens een keer goed willen zien, want dit kan wel eens een recordvis worden hoor. Zo hoort het volgens mij. Ja. He? Kom maar achter me, rustig Jan, want ik vind dat linkersje daar ligt, want hij gaat gegarandeerd die kant op.
adem, maar die heb ik dus echt inmiddels, hè. Ja, kom maar eens naar boven. Nou, waar zei ik hier? Ja. Dat is een monster, hoor. Dikke. Van de kop, joh. Ik bij de 21. Ja? Ja. Nou, 2023 is van start. Nou, dan loop ik terug, hè. Jezus. Dat is echt niet normaal, hoor. Oh, mooi ook. Ja, dat is prachtig. Ja. Ja, even meten. Oh, lekker, man. God, en dik. Wat een vis. Ik kan hem niet normaal vasthouden. Prachtig. Prachtig. Hij wil er vandoor. En nou 2023.
23 had niet beter kunnen beginnen. En ik weet niet of je dat liedje kent van John de Bever. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Nou, dat geldt voor mij vandaag zeker. Is iets kleiner. Ik heb er heel veel moeite moeten doen en hij is iets kleiner. Hoop. Mijn handen gevallen. Tel hem aan en mag je los. Daar is hij weer. Hij zit er maar net aan. Ik denk dat hij kleiner is. Die past er drie keer in. 65. Hoppakee. Nou, het is nu zo'n beetje 3:30. We gaan verplaatsen. Dus dan doen we er altijd even een plug aan. Om een stuk te overbruggen. En toch nog iets van kans te maken. Hatsie flats. Gas erop en varen. En jawel hoor. En ja, we hebben een valspeelsnoek. Who cares? Had hem gauw te pakken. Ja. Ik denk dat ik 10 meter gevaar heb.
Dag. Nog niet eens een kleintje ook hoor. Nee, dat is wel leuk ding nog. Nou, weer met het Dragon Circus. Doet hij het of doet hij niet? Eerst maar eens proberen hem. Ja, hij zit mooi aan de buitenkant. Ja, wel. Maar als ik een keer langs mijn vatpak heen ga, dan heb je ook een probleem, hè? Ja. Het is nog een mooie. Ja. Ik heb het er niet op. Het is te vaak dreig in mijn fikker dan. Zeker met die kou. Ik heb hem erbij kan. Nou, het is gebeurd. Het is geboren. Nou, hij is bevrijd van alle ijzerwerk. En hij mag weer gaan zwemmen. Ik denk dat het een, wat zal het zijn, 3,74. Dat is de koers. Oké, weg ermee. Nou, voor jou de kop er ook af, Stian. Ja. Dan denk ik schep hem, maar dan weet ik in ieder geval zeker dat ik hem heb. Groot gelijk. Manieus. Nee. Zit daar gelijk in je net natuurlijk ook. Zo. Heb je hem al los? Ja. Onvoorstelbaar. Zo moet dat. Ja, doe het even voor. Nou, snoek. Nummer 1, 1, 1. Hartstikke klassie glas. Ja, niet op de manier zoals die moet, maar... Beter zo als helemaal niks, hè? Als het niet moet zoals het kan. Als het niet kan zoals het moet, bedoel je? Ja. Dan moet het maar zoals het kan. Zo, ja. Was dit nou een goede of een slechte dag? Dat mag je zelf beslissen. Ik heb in ieder geval bijster weinig aanbeten gehad. Ik heb met de streamer een snoekbaarsje aan de buitenkant in zijn kop gehakt. Nou ja, en dan natuurlijk een monstersnoek. En net eentje op de plug. Stian vangt er gelukkig ook nog een op de plug, want anders had het voor hem een hele stille dag geworden.
Dus eigenlijk, op het aantal uren waar we gevist hebben, is het gewoon heel erg slecht. En het stroomde hard. Het water is bijzonder troebel. En ik had eerlijk gezegd verwacht dat er meer snoekbaars en snoek gevangen zou worden. Nou, er wordt sowieso heel weinig gevangen. Maar dan toch in ieder geval nog weer meer snoek als snoekbaars. Maar goed, al met al, ja, is het een goede of een slechte dag? Ik ben heel blij met het resultaat. Maar er waren veel meer uren zonder aanbeet. Als dat er uren waren met aanbeet. Maar goed, we zijn allebei van de nul af. En er is misschien wel geen mooiere manier om van de nul af te gaan. Dus waarschijnlijk deze week nog wel een sessie. Het hangt een beetje van het weer af. Maar ik zou zeggen, gewoon blijven kijken. Dat ga je zelf zien.